U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op sommige plaatsen in het land een fantastisch mooie start van de dag met wat nevel en een fel opkomende zon. Maar daarna kregen wolkenvelden toch wat vaker de overhand. Met hier en daar best wat blauw tussendoor. De zon scheen wel af en toe. En in de loop van de dag hadden we dan ook weer wat meer zonneschijn. Meeste wolken op hoger niveau in het zuiden van het land. De sluierwolken in het noorden van het land. Wat lagere wolkenvelden. En dat kunnen we goed zien op de satellietfoto. We zien de sluierwolken over het zuiden van ons land trekken. En we zien de stapelwolken over het noorden. Geleidelijk aan komen er wat meer gaten in het wolkendek. En dan klaart het in de loop van de avond en ook vannacht langzaam maar zeker verder op. De wolken in het ten zuiden van ons land overigens brachten flink wat regen in, met name Frankrijk. We gaan naar Nederland kijken, naar de avond. Dan is het op de meeste plaatsen droog. We hebben tamelijk wat opklaringen en de wolken in het zuiden beginnen voorzichtig ook wat te breken. De temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden. In de nacht zakt het kwikland inwaarts tot net iets boven het vriespunt, maar vlak aan de grond is wel kans op vorst. En opklaringen winnen meer en meer terrein. Dan morgen, een dag met een wisselend bewolkt beeld. Wat stapelwolken, maar ook geregeld de zon erbij. En vrijwel overal zal het droog zijn. 11 graden in het noorden, 14 lokaal misschien 15 in het zuiden. Later op de dag draait de wind naar een oostelijke richting en is matig. Dan gaan we naar de zondag. Dat is een heel ander weerbeeld, want dan is het vaak grijs met perioden met regen. In de loop van de middag in het midden- en zuidwesten van het land misschien wat opklaringen. Een stevige wind, met name langs de kust. Maandag dan een dag met een enkele bui. Ook geregeld de zon en dan wordt het land inwaarts makkelijk 16 graden. Dinsdag komt het kwik nog wat hoger uit, maar dan gaan er ook een paar stevige buien vallen, mogelijk met onweer. Dan de dagen die volgen. Temperaturen zitten op een redelijk niveau. In elk geval iets boven de 15 graden. En waarschijnlijk is het ook vrij droog vanaf woensdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.